de nacht Zoen. Nu werkt ze voor het Iconpastoraat, maar in de zomer beleeft ze hele andere avonturen. Dan trekt ze graag in haar eentje de bergen in. En wat ze daar de afgelopen vakantie heeft meegemaakt. Je zou er de volgende keer eens een nachtje over willen slapen. Gelukkig had ze dat hele mooie boek bij zich. Deze nachtzoen krijgen we van Bara van Pelt. Bara, herinner jij je een bijzondere nacht? Ja, deze zomer heb ik een heel bijzondere nacht beleefd. In een tent in de Rocky Mountains. Het was de laatste week van mijn vakantie en ik besloot alleen een paar dagen met mijn tentje de berg in te gaan. En toen kwam er net een beer overgestoken over de weg. Een jonge beer. Ik vond het wel op zich heel spannend dat ik een beer zag. Want dan kun je mee thuiskomen met zo'n verhaal. Maar ik moest die bergen nog in mijn eentje. Dus nou, toch maar besloten die tocht voor te zetten. Het park had me al gezegd dat wees niet bang voor beren. Ik was totaal geïnstrueerd wat ik moest doen en hoe ik op moest letten. Dus ik ben die middag de berg in gegaan. Dus dan, nou goed, gewoon een tentje opzetten. Dus een matje neergelegd. Toen had ik goddank een boek bij me, Life of Pi. Ja, het leven van Pi. Ja, en dat was ontzettend aardig. Want ik voelde me toch wat ongelukkig daar in mijn eentje. En dat boek dat gaat over een jongen van een jaar of 16 die schipbreuken leidt samen met een Bengaalse tijger. En die tijger zit met hem in die reddingsboot. Dus dat boek begon enorm tot mij te spreken. Want die jongen had dezelfde angst als ik. Hij voor die Bengaalse tijger en ik voor het eventueel rondsluipende beren die inderdaad wel eens de tent in willen komen. Dus ik heb nog nooit zo intens met een karakter geleefd als deze rare Pi Patel. Die moet zien te overleven met iemand die hem na het leven staat. Want wat gebeurde er uiteindelijk? Nou, uiteindelijk ben ik ontzettend lekker in slaap gevallen in die tent. En heeft het je veranderd? Heeft het je meer moed gegeven of meer vertrouwen? Of? Nou, ik denk inderdaad wel eens. Ik heb die beer toen overleefd, dus ik ben wel van nog minder bang. Ja? Ja. Vind je dat wij bang zijn, anno nu in Nederland? Ja. Een bang volk, ja. Ja? En hoe leg jij dit bange volk op bed? Wees niet bang. Want? Is er geen reden voor? Of? Er is altijd wel een iemand die je opraapt. Of een woord dat tot je gesproken wordt. Of, dat geloof ik wel in. Ik sliep bij mijn oma in bed. Ja, ik ben natuurlijk van nature een nachtmens. Eén voor één, zo valt de nacht.